Het is weer zover. De volgende klant. Wat zou dat zijn? Wie zou dat zijn? Ja, dat kennen die. Dat kennen ze misschien heel weinig. Of heel veel mensen, ik weet het niet. Ene Martijn Bouwman. Ja, dat is er wel een hoor. Kijk, hij staat al klaar. De Wielewaal. Ook vlakbij Johan van der Beek. De vorige klant. In de buurt van EFC. Heb ze een mooi trainingspak al aan. Kijk, welkom. Goedemorgen. Martijn Bouwman. Hey, hoe is het? Ja, goed. Uitstekend. Ja. Met jou? Prima. Ja? Ja, heerlijk. Mooi. Ja. Mooi. Nou, we gaan even een eindje toeren. Ja, lijkt me gezellig. Ja. Heerlijk. Gaan we doen. Is een keer eens wat anders dan op alleen maar bij de thuiswedstrijd. Ja, precies. Zo is dat. Ja. Ja. Want daar kennen de mensen je natuurlijk onder andere van. En ik ook. Ja. Thuiswedstrijd, bewaking van? De businessclub. Ja, businessclub. Hè. De welbekende kaartjescontrole. Ja. 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 Overigens niet alleen. Hè. Dat doe ik dit seizoen en trouwens vorig seizoen ook. Samen met mijn maatje Bertus. Ja. Bertus van Steeg. En verzorgen wij de kaartcontrole bij de businessclub. Ja. Hey, en dat is ook echt nodig, of niet? Ja, het bleek voordat wij kwamen dat er heel veel gasten binnenkwamen die helemaal geen businessclubkaart hadden, ook geen sponsor waren. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk gratis eten, gratis drinken. Ja. Nou goed, en dat kost geld. En als er dan meer uitgaat dan dat er eigenlijk groot is, dan is dat zonde van het geld. Nederlanders zijn natuurlijk tuk op gratis drinken, gratis. Ja, zolang het gratis is, is het goed, zeggen ze dan. Hè? Ja. Ja. Nee, dat klopt. Ja. En met onze inzet is dat wat veranderd. Ja, mooi. Ja. Mooi. Hey, en je hebt een bedrijf? Nee. Ja, dat klopt. Ik heb een eigen bedrijf. 3B Security en Recherche. En WZV training. Ja. Zeg dat eerst en nog eens, precies. En 3B Security en Recherche. Ja, ja. 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 Dus echt met veiligheid te maken. Ja. Daar heb je een opleiding in gevolgd ook. Ik heb een veiligheidsopleiding gevolgd in 99. Ja. En ja, tussentijds van allerlei beveiligingsopdrachten gedaan en terwijl ik in dienst zat, want ik ben wel 8 jaar militair geweest. Ja. En daaruit gegaan uiteindelijk en via wat omwegen terechtgekomen in de beveiliging. Ja. En in de recherchewereld. En ik moet zeggen, dat beval me goed en uiteindelijk voor mezelf. Geweldig. Dat is de beste keuze ooit geweest, moet ik eerlijk zeggen. Ja, mooi zeg. Het teamgeest en de teambuilding wat je bij Defensie hebt, de kameraadschap, dat mis ik nog wel eens. Ja. Maar als ik kijk naar wat ik nu allemaal doe en de vrijheid die ik heb, ik kan alles zelf indelen, zelf inplannen. Ja, dat vind ik toch wel, vind ik wel fantastisch. Ja, mooi hoor. Ja, lekker de vrijheid. Daarnaast ook wel hard werken. Ik bedoel, afgelopen 3 dagen ook weer 36,5 uur. Ja. En dan alleen maar op een opdracht die erbij is, extra. Ja. Een heel leuk evenement. Mooi paardenevenement trouwens. Ja? Ja, het horse event. Dat, ja. Dat hadden we in het verleden altijd in Ermelo. Dat is verhuisd naar de Expohallen in Haarlemmermeer. Ja. Ja, dat is een fantastisch evenement en dat doen we elk jaar. Even een beetje de ventilatie aan knallen wat. Ja, het slaat een beetje. Het is vochtig buiten. Het is vochtig. Ja, de rest van de week schijnt het mooi weer te wezen en wij kiezen gewoon een dag uit waarbij het regent. Precies. Het is wat, hè? Ja. Ik kan helemaal niet, man. Nee, eigenlijk kan het niet. Hoe ben je bij DVS terechtgekomen? Nou, eigenlijk een paar jaar geleden was ik in loondienst bij een bedrijf. Ja? En die sponsorde de controleur bij de businessclub. Ja? En dat deed ik toen, alleen ja, dan nam ik toen ontslag. En ja, dan vervalt dat dan ook op dat moment. Ja. En 2 jaar later ben ik weer gevraagd door 2 heren van ja, we zouden het toch wel prettig vinden, nu jij ook weer voor jezelf bent begonnen, dat jij dan de kaartcontrole doet, want dat gaat nu hartstikke goed. Ja. Dus je zit er strak op en goed gedisciplineerd. Ik zei, dan moeten we even om de tafel zitten, dat hebben we gedaan weer. En ja, zo ben ik weer met DVS terechtgekomen. Ja. Ik had eigenlijk daarvoor helemaal geen binding met DVS. Ja. Behalve de avondvierdaagse. Ja. En nu krijg je zelf belangstelling voor de resultaten en zo, hè? Of niet? Ja, absoluut. Ja, nou, sterker nog, ik volg dat te voet. Afgelopen zaterdag was ik niet in Ermelo, ik was aan het werk. Ja, ja, dan volg ik dat wel. Dat, ja. De uitwedstrijden, ja, ik ben natuurlijk best wel druk man. Ik veel weg, weinig thuis. En als ik dan thuis ben, dan is het de zaterdag in ieder geval de thuiswedstrijd, dan ben ik van de partij. Ja. Maar als ik er niet ben, dan volg ik dat absoluut te voet of via DVS TV of
of anderzijds via teletext als er geen uitzending is. Ja. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Ja. Ik zet hem even helemaal op vol. Ja, doe maar even. Dus, we kunnen raam een klein stukje openzetten of heeft dat invloed op... Ik zet hem even het geluid. Ja. Ja. Het is wat, hè? Hé, hey, mooi. Ja. En zo zijn we bij DVS terechtgekomen en ik vind het een fantastische club. Ik heb er 0-0 spijt van. Ja, hey, Bouwman is ook een bekende naam natuurlijk. Ben je familie van, ergens? Ja, nou goed, de meeste kennen de sponsor Harry Bouwman wel. Dat is mijn volle neef. Ja. En met zijn handelsonderneming. Goed, voor de rest, de mensen kennen Mies Bouwman. En dat is dan weer geen familie. Dat is geen familie. Dat is duidelijk, hè? Ja. Ja. Nou, het is wel een bekende naam in Ermelo. Ja, absoluut. Ja. Hey, en die events, je had het net over horse events, maar ik zie je ook wel eens bij een muziekspektakel, Eat and Beat, zag ik je ook nog. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ook gedaan. Moet ik overigens wel zeggen dat ik daar ingehuurd was. Ja. Een goede vriend van mij die heeft een eigen beveiligingsbedrijf in Amsterdam. Ja. En die had toen een horecazaak in Ermelo, waar hij horecaportier leverde. Ja. Nou goed, en zo ben ik met hem in contact gekomen. Ik heb al een jaar voor hem gewerkt. En we hebben altijd goed contact gehouden. Alleen de desbetreffende kroeg is niet meer. Alleen de jongens hebben Eat and Beat opgezet. En die hebben altijd nog dat beveiligingsbedrijf de loyaliteit aangehouden. Ja. Maar goed, die zeggen ja, jij komt uit Ermelo. Ja. Jij kent veel mensen en veel mensen kennen jou. Precies. Ja, makkelijk dat jij daar gaat werken. Ja, ja. En zo het wil geschieden. Ja, mooi. Ja. Hey, je geeft training ook, hè? Ja, ik geef les in Commando Krav Maga. Ja, zeg, ja, leg eens uit wat dat is. Commando Krav Maga is eigenlijk de volledige benaming Combat Survival. Commando, ja? Krav Maga. Echt compleet gebaseerd op het overleven met aanvallen die we liever niet willen. Ja. Messen, pistolen, verburgingen. Ja. Niet één aanvallen, meerdere aanvallers. Bedenk het, stoelen, tafels. Kun je allemaal aangevallen worden. Een stukje glas. Ja. Ja, dat. Ja. Maar goed, en dan leer je jezelf tegen verdedigen. Mooi. Ja. Maar dus niet ja, puur op verdedigen gericht? Absoluut. Zo van, je hebt een agressor en daar dan moet je... En dat heeft natuurlijk ook met vertrouwen te maken, met de blik in je ogen, met alles sterk staan. Ja. Vertrouwen in jezelf, toch? Nou, dat is het ook. Dat is wel bezig. Ben jij heel erg in elkaar gekropen, ja, dan ben je best wel een makkelijk doelwit. Ja. En toch, hè, we doen dat, kin omhoog, borst vooruit en sta als man. Ja. Ja, dan heb je toch al een bepaalde uitstraling. Ja. Waarbij mensen liever zoiets hebben van ja, dan moeten we maar geen ruzie mee hebben. Ja, precies, ja. Dan moet ik eerlijk zeggen, mensen roepen altijd commando Krav Maga, denk ze altijd dat we militair zijn. Ja. Nou, dat zijn we natuurlijk helemaal niet. We zijn gewoon burgers. Ja, ja. Alleen in de jaren 70 is het ontworpen door Moni Isaac, de uitvinder van commando Krav Maga. Ja. En die zat toen bij de Israëlische leger, bij de commando's. Ja. En ja, die heeft vanwege zijn mixed martial arts achtergrond, is hij toen gevraagd van ja, kun je dat niet wat verfijnen? Dat heeft hij gedaan en dat heeft hij commando Krav Maga genoemd, ja. Wat tot 2004 alleen nog maar voor militairen was en voor speciale politieeenheden zoals het SWAT-team. Ja. Dus dat is eigenlijk, het is meer de traditionele naam en dat heeft hij eigenlijk altijd zo gehouden. Ja. Overigens kunnen we wel weer wat zien buiten, hè? Dat, even tussen onze lippen. Ja, mooi, hè? We kunnen weer wat zien. Dat is wel donders handig, hoor, als je zo aan het rijden. Nou, voor jou was dat wel beter. Voor mij, ja. Ja, ja, mij maakt dat niet uit. Ik heb mijn oudste kleinzoon, die is 17, die heeft verkering met een meisje, die is 18. Die zit nu bij de groep 5, zeg maar, ja, van straatvechten. Oh, dat is ook wat goed. Ja. Dat zijn natuurlijk ook trucs die jullie ook veel gebruiken. Absoluut. Maar die staat ook haar mannetje, hoor. En het is een mooie meid. Ja. Maar wat je zei net, sta als een man. Maar potverdorie, die vrouwen die kunnen er ook wel van. Oh, heb je er ook wel vrouwen bij? Ja, zeker. Ik heb ze eigenlijk in alle soorten en maten. Dus het zelfs transgenders in de groep. Ja. Ja. Ja, transgenders ook. Ja, zeker. Ja, hoor. Ja. Ja, en dat, weet je, dat vind ik ook het mooiste, Piet, dat je daar ook als organisatie, als commando Krav Maga zijn, dat je ook open staat, dat wat we noemen commando Krav Maga, CKM, CKM, ja, is eigenlijk voor iedereen. Ja. Ongeacht wie je bent, je leeftijd, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja. Dus overal weer een mouw aan te pas te knopen op het moment dat iemand bijvoorbeeld de techniek niet kan vanwege een beperking, ja, dat er altijd wel een andere optie is waardoor het wel lukt. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook het fijne. Wat voor opleidingen heb jij allemaal gevolgd om dit allemaal te doen?
Ik ben Defensie verlaten. Daar kregen wij militaire zelfverdediging en traditionele Krav Maga. Ja. Toen ik eruit ging, heb ik 3 jaar lang traditionele Krav Maga getraind. Ja. En ik vond het wel wat gewelddadig en agressief. En dat klinkt al gek als je het woord commando Krav Maga hoort. Ja. Maar ik zocht iets uit gewoon het verdedigen erin, eruit. En het gevecht in en eigenlijk ook zo snel mogelijk eruit, waarbij je je aanvaller tijdelijk, niet, uiteraard niet dodelijk, maar tijdelijk uitschakelt. Ja. En toen kwam ik uiteindelijk weer wat dvd's, want ik had wat dvd's aangeschaft van Commando Krav Maga, ben ik eens gaan uitzoeken wat voor organisatie erachter zit. Ja. Toen kwam ik erachter dat er een school in Nederland was, in het noorden van het land. En ik heb er contact mee gezocht, ik ben wat gaan trainen, ik ben wat gesprekken aangegaan met de beste man. Ja. En ja, ik kwam me eigenlijk wel vrij snel achter, ja, dit is eigenlijk wel iets wat in mijn straatje past. Liever niet vechten, vechten is het domste wat je kan doen. Ja. Je aanvaller kan misschien betere vechten zijn dan jij, hij natuurlijk niet winnen. Of hij kan wapen bij zich hebben, in welke vorm dan ook. Ja. Dat is levensgevaarlijk. Ik denk, dat is iets wat ik wil. En daar ben ik me een beetje in gaan verdiepen. Ik heb ingeschreven voor een instructeurscursus eind 2013. Ben ik gaan volgen, level 2. Ons systeem is opgebouwd in levels. Ja. En dit jaar naar Israël geweest voor level 8, het hoogst haalbare. Maar goed, de krant heeft er vol van gestaan. Zowel de Contact, de Hermeloos Weekblad als de Stempel. Even geen reclame maken. Maar het heeft er vol mee gestaan. Ja. Ja, dat heb ik gehaald. En daarmee ben ik de enige tot nu toe en de eerste Nederlander die dat heeft gehaald. Godje, ja. Maar dan maak je ook wel wat mee daar in Israël, ook, of niet? Ja, dat zijn natuurlijk wel fighters puur sang, of niet? Nou, absoluut, Piet. Ik ben militair geweest, ik heb het daar wel eens zwaar gehad. Ik heb daar wel eens gedacht, wat ben ik in vredesnaam mee bezig? Ja. Maar dat was zeker de laatste 70 uur. Zo'n instructeursbootcamp voor level 8 is 8 dagen, waarvan de eerste 5 dagen minimaal 12 uur per dag trainen. Ja. 7 minuten pauze om te eten. Ja. En dan begint dag 6, 7 en 8. En dag 6 ochtends begint om 4:30. En dat eindigt non-stop donderdagavond. Zo. 70 uur niet slapen. Ja. Daar word je wel een echte kerel van. Ja, nee. Je wordt een echte vrouw. Soms word je ook wel, eerlijk gezegd, ook wel eens een klein beetje zielig van. Oh. Want je hebt weinig eten. Ja. Een sinaasappel. Ja. 2 vijgen. Ja. 6 amandelnootjes. Meer niet. Uiteraard wel maximaal drinken, maar je bent continu bezig, hè? Ja. Bootcamp, oefeningetjes, workouts, ook technieken trainen. Ja. Maar ook gewoon s'nachts midden in de duinen aangevallen worden door 3 fitte kerels. Ja. Van die free fighters. Dat je denkt van, nou, je bent moe, hè? Ja. En je hebt honger. Ja. En dan moet je... Maar aangevallen door de... En jij in je eentje? Ja. En je wordt aangevallen door 3 man? Door 3 man, ja. En wat doe je dan? Ja, je vecht, hè. Je moet zien te overleven. Ja, terugvechten, Piet. Ja. Maar je bent moe. Ja. Oh. Je wil eigenlijk slapen. Oh. En je hebt honger, je wil eten. Oh. Maar kan niet, je moet vechten voor je leven. Ja. Ja, en dat doe je daar in die dagen, in die laatste 70 uur. Ja, en dan denk ik wel eens terug van ja, in de tijd dat ik bij Defensie zat, ik denk van ja, hier heb ik het wel eens zwaar gehad, maar ik vond dit ook wel pittig hoor. Ja. Het was echt zwaar. Ja, behoorlijk. Je moet er ook echt voor trainen. Ja. Anders kun je dit echt niet doen. Ja. Maar je moet eerst door die diepe dalen zijn gegaan om daarna zeer sterk eruit te komen. Oh ja, absoluut. Ja, je komt er altijd sterker uit. Ik moet eerlijk zeggen, ik was mentaal altijd al wel vrij sterk. En ik kan de knop vrij makkelijk omzetten. Ja. Maar toch ook, hier word je toch weer mentaal sterker van. Ja, prachtig. Ja, fantastisch. Echt, en ook gewoon leuk om te doen, zeker achteraf. Op dat moment, en ook nogmaals, hè, je doet het op dat moment niet alleen. Je bent met een groep. Ja. En het belangrijkste met die zware oefening is dat je vertrouwen hebt in jezelf. Ja. Maar ook vertrouwen in de mensen om je heen die met jou mee zijn, hè, in Maarten. Ja. Want alleen ga je het niet redden. Mooi hoor. Ja. En op een gegeven moment had je ook het idee van, hé, hey, ik kon wel eens lid worden van de businessclub. Of werd je benaderd door... Nou, ik werd eigenlijk benaderd door 2 mannen. Van nou, we willen eigenlijk die businessclub, die controle willen wij op orde hebben. Ja. Dat jaar dat jij dat gedaan hebt, was een straf voor elkaar. Ja. Nou, die tussen 2 jaren, daar zullen we het niet over hebben. Want ik wil mensen ook niet tekort doen. Ja. Maar dat was het niet op orde. Ja. Toen ben ik benaderd. Toen zei ik van nou, dat wil ik wel heel graag. Want ik had zelf ook al een keer aangegeven bij Martijn. Van nou, wat zijn de mogelijkheden om toch ook gesponsord te worden bij DVS? Martijn Hulsje, hè? Ja. Ja. Ja, en daar, dit smelt er wel heel erg mooi bij elkaar. Ja. En zo zijn we het
met succes, want zo zie ik het, aangegaan. Ja. Ondertussen ja, zijn wij niet meer de beveiligers aan de deur, maar wij zijn gewoon Martijn en de Bertus die gewoon bij de interieur horen, bij de ja. Business Club. Ja. En dat is, ja, dat is zo geweldig. Leuk hoor. En dan zeggen ze, ja, dat is leuk voor het netwerken, ja, dat is allemaal leuk, maar ik sta bij de deur. Ja. Dus ja, netwerk komt er niet van. Dus ik doe het ook niet voor het netwerk. Ja. Ik wil het ook niet voor het netwerk doen, ik doe het uit een, ja, een maatschappelijk betrokken belang. Ja. Ik vind het leuk dat je zo'n club kan steunen en ja. Ja, een warme club, moet ik ook zeggen. Ik moet zeggen dat je niet alleen lichamelijk je mannetje staat, maar met woorden ook al. Ja, dat is dik. Dik voor elkaar. Maar dan kom jij ook zo nog wel even achter. Ja, hoezo? Ja, nou, dat ga je zo beleven. Ja, ja, oké. Okay. Nou goed, jij bent de man van de vragen stellen. Ja, je ja. bent dit ooit zo begonnen. Ja. En ik heb je gevraagd van ja, misschien is het leuk een keer de beveiliging daarna zitten. Hè? Ja, ja. Nou, zo zitten we hier, maar er is nooit iemand die tegen jou zegt van ga jij eens op deze stoel zitten. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat is maar, zo. Nou, dan gaan we zo wel veranderen. Ja, ja, ja. We krijgen 2-in-1. Dat mag hoor. Ja. Ja, leuk is dat, hè? Ja, ja. Ik heb mijn rijbewijs. Ja. Oké. Okay. Ja, leuk is dat. Ja. Ik vond het wel een mooi iets. Ja, maar, je vindt het niks, hè? Kom maar. Ja, leuk. Nou, we gaan zo wissen. Jij mag zo hier zitten. Dan gaan we, ja? Ja, echt zeker. Waar? Ja, we gaan het zo wissen. Ja, tuurlijk. Oh, bliksem. Ja, dat vind ik leuk. Ja, dat gaan we doen. Je hebt je rijbewijs inderdaad. Ja, uiteraard. Ik kijk even waar ik eventjes kan stoppen. Nou, dat is niet zo moeilijk. En dan gaan we dat doen. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Wat dan? Rijden. Kijk, rustig blijven natuurlijk. Hè? Hè? We gaan nog even met de bocht mee naar rechts. Ja. Ja, leuk hè? Oh jee. Ja. Hij is natuurlijk niet echt huisvervanger. Ja. Die trainen maar met Piet. Ja, nee. Hij is flexibel. Is dit niet van de man van Halsema? Nou, nee, je bedoelt de zoon. Ja, die had uiteindelijk het wapen van ja. Ja. Van zijn vader. Ja. Ja, dat is hoe is dat mogelijk? Ja, dat is wel erg. Dat is waar. Nou, dan hebben we zo meteen dat watertje aan de rechterkant. Ja. Dan kunnen we dan wel in, dan kunnen we daar toch wat raken. Ja, ja dit is toch leuk. Kijk, nou wat. Ja, dan gaan we het omwisselen. Ja. Kijk, normaal gesproken bij DWS TV zie je dat jij de mensen die naast je zitten dan thuis afzet. Nou, dat zal ik in ieder geval niet doen.